ben Lisette Leblanc, kunsthistorica. En ik geef al jaren les, lezingen met heel veel plezier bij Helikon in Utrecht. Vandaag ga ik iets vertellen over Felix Nussbaum. Ik heb een selectie gemaakt van 3 werken. Felix Nussbaum was een bijzonder mens, een bijzonder kunstenaar. En ik wil graag zijn woorden herhalen. Als ik ten onder ga, laat mijn schilderijen niet doodgaan, maar laat ze zien aan de mensen. Ik heb 3 mooie schilderijen uitgekozen die ik graag met u wil delen, zodat u een idee krijgt wat de betekenis is van zijn oeuvre. Allereerst heb ik een werk uitgekozen uit 1931, Der Tolle Platz. Felix Nussbaum was geboren in 1904 in Osnabrück en omgekomen in Auschwitz in Polen in 1944. Der Tolle Platz laat heel veel zien over de discussies die er waren in Berlijn. Dit schilderij werd getoond in de Berliner Secession in 1931 en was een sensatie. Het is op groot formaat geschilderd en we zien hier van alles gebeuren. Het tafereel speelt zich af in Berlijn. We zien op de achtergrond de Brandenburger Tor. En we zien op de voorgrond een groep kunstenaars, waaronder Felix Nussbaum. We zien hem helemaal links geplaatst met een pamflet in de hand. We zien dat hij lichtgeel gekleed is. En hij wordt vergezeld door andere kunstenaars, onder andere Max Bechstein en George Grosz, Duitse expressionisten aan wie hij verwant is. En als we dan kijken op het tafereel links, dan zie je een stoet van mensen in het zwart. Heel saai, heel conservatief afgebeeld. En dat zijn de professoren van de kunstacademie. En links zie je inderdaad de gevel van de kunstacademie in Berlijn. Berlijn, Duitsland, was nog heel erg conservatief. En je ziet, als je goed kijkt op de gevel, dat kunstacademie nog maar deels daar staat. Deze kunstenaars kwamen in opstand. Opstand tegen het conservatisme in Duitsland. En zij willen vernieuwing. Vernieuwing van kunstonderwijs. Zij streden voor vrijheid. Op de achtergrond rechts, daarboven op die witte villa, daar zien we Max Liebermann. Max Liebermann, die de oprichter is geweest van de Berliner Secession aan het begin van de 20e eeuw. Hij is daar aan het schilderen. Maar we zien dat hij bekroond wordt. Bekroond door Victoria, de personificatie van overwinning. We zien dat er ook een tegenstelling is tussen licht en donker. Licht bijvoorbeeld wordt ook vertegenwoordigd door die engelen daar links op de achtergrond, die ook hoopvol daar zijn weergegeven. Ik laat u de tweede afbeelding zien. We kozen namelijk het Komische Concert 1935. Max Liebermann heeft veel meegemaakt als Joodse kunstenaar. Hij groeide op in een welgesteld gezin in Osnabrück. En men deed daar ook heel veel op het gebied van cultuur, maar ook op het gebied van muziek. En dat zien we hier ook wel. We zien namelijk daar links een man op de afbeelding staan, die aan het zingen is. We horen het geluid. En we zien daar een pianist, die vrouw zit daar op een boomstronk. We zien dat het een openluchtconcert is. Het Komische Concert wordt het genoemd. Op de achtergrond zonnebloemen en links een torso. En die elementen vinden we terug op een aantal schilderijen van Vincent van Gogh. Felix Nussbaum was gek op Vincent van Gogh. Dat was voor hem ook een aardswaarde van het expressionisme. Iemand die ook zijn eigen weg ging en die ook zijn eigen leven leidde. Voor Felix Nussbaum een groot voorbeeld. Wat Felix Nussbaum hiermee wil vertellen met dit schilderij, met deze voorstelling van het concert in de open lucht, is dat als je als politiek vluchteling weggaat uit je land, dat je dan toch je erfgoed meedraagt, je cultureel erfgoed. Felix Nussbaum was bezig met zijn identiteit, zijn Joodse identiteit. En ook dat draagt hij uit bij dit werk. Want als je kijkt naar dit jaartal, toen hij dit schilderij maakte in 1935. Eerder had hij een stipendium gekregen om naar de kunstacademie, naar Villa Massimo te gaan in Rome. Om daar kennis te maken met de klassieke oudheid, studie te verrichten en dergelijke. Maar helaas, toen Hitler aan de macht kwam in 1933, moest hij weg. Hij moest weg, zoals vele andere Joodse kunstenaars daar die daar in de villa waren.
Ze moesten weg en Felix Nussbaum is nooit meer terug kunnen keren naar Duitsland. Hij is naar België gegaan, waar hij hartelijk werd ontvangen door James Enser, een Vlaamse expressionist. Die heeft hem enorm geholpen. Felix Nussbaum vestigde zich onder andere in Brussel. En hiermee, met dit schilderij, wil hij laten zien dat in de diaspora van de Joodse cultuur muziek belangrijk is, cultureel erfgoed belangrijk is, zijn Joodse achtergrond belangrijk is en dat je dat altijd bij je draagt. Dat wil hij laten zien en vertellen met dit werk. Ik laat het derde schilderij zien, wat ik heb uitgekozen. Felix Nussbaum heeft enorm veel zelfportretten gemaakt. We weten dat vele kunstenaars dat deden. Denk aan Rembrandt. Denk aan Vincent van Gogh onder andere. Of Helene Scherfbeck, ook prachtige zelfportretten. En elk zelfportret laat een gemoedstemming zien. Wat gaat er om in die kunstenaar? En hier bij dit zelfportret met theedoek. Een heel bijzonder werk uit 1936. Want die theedoek laat hij niet voor niets zien bij zijn zelfportret. Er is een Duits gezegde, dat als je vlucht uit je land, dat je altijd je theedoek meeneemt. Want theedoek is iets van je thuis zijn. En dat laat Felix Nussbaum hier zien. Een zelfportret met theedoek. Op de achtergrond Oostende, de stad van James Enser, die hem zo goed heeft geholpen. Toen hij vanuit Rome moest vluchten en niet meer terug kon naar Duitsland. Maar zijn theedoek had hij bij zich. Iets van thuis. Ik hoop dat ik u iets heb mee kunnen geven van het leven en werk van Felix Nussbaum. En ik laat u graag het nog meer zien. En ik hoop volgend jaar, in 2021, zo in die periode van bevrijding, herdenking van de oorlog, om meer te vertellen over deze bijzondere kunstenaar. In Osnabrück staat een prachtig museum. Een museum wat gewijd is aan zijn oeuvre. In zijn woonhuis, waar hij opgegroeid is in Osnabrück. Met zijn vader, moeder en het gezin. En dat mooie museum, dat is gebouwd door een Joodse kunstenaar. En naast dat woonhuis. En dat is gebouwd door een Joodse kunstenaar, namelijk Daniel Libeskind. De moeite waard. Toen ik onlangs dat museum bezocht, net voor de coronacrisis, heb ik enorm genoten, was ik diep onder de indruk. Ik wil u graag meer vertellen over het leven en werk van Felix Nussbaum volgend jaar in 2021 bij Helikon. Ik hoop dat u meer wilt weten komen. Want nogmaals wil ik zijn woorden herhalen. Als ik ten onder ga, laat mijn schilderijen niet doodgaan. Maar laat het zien aan de mensen. En dat wil ik met heel veel plezier doen.